Yeah, we beginnen eindelijk aan Super Mario Bros. Wonder. Prins Florian die woont in het Bloemenrijk, maar Bowser komt de boel verpesten. Mario verandert in een olifant en hij zit Bowser op de hielen. Veel plezier bij deze gloednieuwe serie Super Mario Bros. Wonder. Oh, daar gaan we. De eerste stappen in het Bloemenrijk, dat op een steenworp afstand van het Paddenstoelenrijk ligt. Mario en de rest zijn er uitgenodigd door Prins Florian. Ah, wie is dat? Wie is dat? Die ken ik nog niet. Zijn die voor het eerst? Dan kijken hun ogen uit. Nou, dat zeker. Ik kijk zeker in mijn ogen uit. Wat ziet het er gelijk leuk uit, jongens. Oh, kom je met ons spelen? Ja, nou zeker. Hé, kijk, Luigi is er ook weer. What up, Luigi? Ben je lekker hier aan het lopen, jongen? Hoppa. Wie zijn dit? Dit zijn toadmeneertjes. Maar ze zijn geen echte toads. Dit zijn nieuwe toads. Oké, ik ga deze muntje pakken. Gaan we even lekker hier omhoog springen. Oh, kijk, de rest is er ook allemaal. Yoshi, Peachy, toadjes. En, oh, daar, is daar het bloemenrijk kasteel? Super Mario Bros. Wonder gaat nu beginnen. Eindelijk, ik heb er zin in. Heb jij er ook zin in? Knal een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo video's. Oh, en wat is dit dan? Dit is een super bloem. Oh, en dat? Dat is een nieuwe Waddle Dee. Is dat de koning? Hij draagt een kroontje. Is dat Florian? Ik denk dat dat Florian is. Hallo. Maar dat is een prins, toch? Oh nee, Kamek is er ook. Oké, als Kamek is, gaat het sowieso fout. Oké, wat doe je met je bloem? En wat doet Kamek daar op zijn bezemsteel? Ja, kijk. Ja, oh nee, Bowser is er ook. Bowser is ook altijd precies op het verkeerde moment overal, hè. Oh, hij steekt bijna Kamek in de fik. Nee! Nee, laat de bloem met rust. Wat gebeurt er? Het kasteel wordt pixelig. Bowser en het kasteel worden één. Wat is dit? Dit is echt heel cool. Dit ziet er weer zo vet uit. Ik vind het zo knap hoe ze toch steeds weer nieuwe dingen verzinnen in voor Mario. Het is echt geweldig. Wat? Die Piranha Plants zijn toch sick. Mario? Het is tijd om in actie te komen. Dat is een aardig groot vliegend kasteel ook, joh. Oh, hier is het nog allemaal chill. Hier is nog niet zo heel veel aan de hand. Oh, toch wel. De lucht wordt donker, groen, zwart. Wat gebeurt er met zijn huisje? Nee. Nee, hij is in één keer opgesloten. Nou, dat was een leuke introductie in het Bloemenrijk. Het gaat gelijk helemaal fout. Ja, dit is inderdaad dus Prins Florian. Die zegt, wat was dat, Bowser? Heeft hij onze wonderbloem gestolen en ons bloemenkasteel? Wat vreselijk hoe hij met het kasteel versmolten is. Bowser gaat een ontzettende puinhoop aanrichten in ons koninkrijk als we hem niet stoppen. Ja, Mario die zegt, dat komt wel goed. Kijk, iedereen is opeens blij. Zelfs Florian kan blij zijn. Omdat wij gaan helpen. Florian gaat mee als gids. Hij vraagt om een momentje. Oké, wat ga je doen? Oh, rupsje in mijn haar. Doei. Oh, de Yoshi's en Nabbit komen ook mee. Oké, doei. Dag. Ik geloof in je. Nou, dat is goed om te horen, plant. Wereld 1 is de buizenweide. Yo, dit ziet er ook alweer heel anders uit. Dit ziet er echt leuk uit, man. We gaan het eerste level doen in het Bloemenrijk. En daar moeten we twee dingetjes verzamelen. We gaan weer kijken of we deze game 100% uit kunnen spelen. Dat moet wel lukken. We gaan proberen alles te pakken. En wat gebeurt dat? Wat is dat? Wat is dit? Oh, oké. Okay, dit, ja, okay, dat maakt blokjes. Ja, top. Hey, wat me trouwens opvalt, is dat de timer die is weg. Hallo, slapende Goomba's. Mooi, prima. Marco, prima. Op, oké. Okay. Oh, kijk, hier is iets speciaals. Mario is een olifant! Ik ben zo benieuwd in wat Mario allemaal kan veranderen in deze game. Holy moly. Oké, hier is reserve olifant. Oh, dit is toch te grappig. Oh, we kunnen ook water spuwen. Daarmee kunnen we die piranha plants tot leven wekken. Nou ja, het zijn geen piranha plants. Het waren opgedroogde andere plantjes. Hier, deze muntjes pakken. Ja, kijk, als we dus overal water gooien, dan komen we ook muntjes tegen. Hier gewoon op de grond. Kijk, zie je? Deze bloem zegt echo. Is er iets in deze buis? Wat is dit? Deze moeten we dus water geven en dan, ja, dan komen er allemaal buizen hier. Ja, top. Oh, het beeld verandert. Wat is dit? Oh, dit is de wonderbloem. Die gaan we gelijk even pakken. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat is dit allemaal? Oké. Okay. Hoppakee, ik wil al deze paarse muntjes pakken. Dat is denk ik de bedoeling hier. Let's go. Let's go. Waar gaan we naartoe? We gaan hier naartoe. Holy moly. Deze buis wordt een rupsje. Dit is lachen.
Dit is lachen. Zou ik hier naartoe kunnen springen al? Ja, cool. En dan hierop? Ja, nice. En dan, ja, dit gaat allemaal wel aardig. En dan hier. Dit, we moeten al die paarse bloemetjes even pakken. Oh, ik heb een wonderzaadje. Dat is blijkbaar wat we moeten verzamelen. Dat zijn de collectibles in deze game, de wonderzaadjes. Oh, maar ik heb er maar één. Maar er moeten er twee zijn, toch? Oh, krijgen we aan het einde de tweede? Ja, oké. Aan het einde krijg je ook een wonderzaadje. Nice! Eerste leveltje voltooid. What up, Prins Florian? Jee, wonderzaadjes zullen ons van pas komen tijdens ons avontuur. Laten we er nog meer gaan vinden. Ja, dat lijkt me een goed plan. Oké, hier heb ik alles gehaald, zo te zien. In dit level zijn ook weer twee wonderzaadjes. Oké, Piranha Plants. What up? Hallo? Wat ga je doen? Kijk, je kan hier denk ik ook in de achtergrond. Ik zie in de achtergrond ook een heel level. Ik denk dat ik niet in die buizen kan waar de Piranha Plantjes uitkomen. Oh. Cool. Ja, nice. Oh, lekker. Kan ik in een van deze? Ja, ik denk dat ik in deze rode kan. Want kijk, zie je aan de achterkant is ook zo'n rode pijp? Hotseflats. Oké, we pakken gewoon nog een bloem. Oh, ja, ik bedoel, zo, ja. Dan pakken we deze. Wat ziek idee. Wee. Zo, kijk hoe hoog we springen, joh. En dan heb je hier, hoppa. Oh, die moeten we ook pakken. Die 10 paarse muntjes, blokjes, dingetjes. Dat zijn denk ik ook collectibles. Oké, hier is er nog één. Ja, kijk, zie je, daar zijn er dus ook weer 3 van. Oké, we zijn op de helft. Hierboven is een buis. Oh, daar gaat Piranha Plantje in. Ik kan daar denk ik niet in. Oh, daar is weer een wonderbloem. Die gaan we sowieso pakken, jongens. Of misschien kan ik hier in? Nee. Wonderbloem! Wat gebeurt er? Oké, het level verandert daardoor gelijk weer, hè? Wat zitten die Piranha Plants nou te zingen, joh? Oh man, die bomen zingen ook. Dit is echt fantastisch. Dit is echt geweldig. Ik ga helemaal stuk om die planten, joh. Dit is echt goed. Dit is zo goed. Hoppakee, pakken we deze blokjes. Ik wil ze gewoon niet verslaan. Ze zingen zo leuk. Ik laat jullie allemaal... Oh, ja, niet allemaal. Ik laat jou niet met rust. Het is zo grappig. Dit is echt een fantastisch level. Dit is geweldig. Als de game op deze manier doorgaat, wordt dit echt een fantastische game. Jeetje. Hoppakee. Doei. Oh, er komen de hele tijd plantjes uit. Kan ik hier achter? Nee. Oh, maar hier... Wat is dit? Ik heb een speciaal blokje gevonden, maar ik weet niet zo goed wat ik ermee kan. Moet ik die kapot maken? Dan heb ik zeker olifanten Mario nodig. Dat denk ik wel. Wee! Ja, lekker man. Hoppakee. En daar hebben we weer het andere wonderzaadje gevonden. We moeten in de achtervolging van een hamster. Of ik denk dat het een hamster is. Het lijkt op een hamster. Kijk, wie is dit? Oh, oh. Ik krijg gelijk iets op mijn bakkers van hem. Gast. Doe eens even normaal. Ja, ik kan jou sowieso niet pakken, denk ik. Oh, kijk, hier is zo'n Yoshi-blok. Ik weet nog niet zo goed wat die Yoshi-blokken doen. Ja, we moeten hem gewoon... Ja, ik pak hem, lekker! Hier, die van jou. Hoppakee. Hier, water op je bakkes. Oh, geen water op je bakkes. Hier, ik spring op je hoofd. We gaan door. Hier. Oh, je hebt zo'n... Ah, kom hier! Kom hier! Kom hier! Jij, gattie! Kom eens hier! Je bent veel te snel! Oh, ja, kijk, nu kan ik je pakken. Oh, ziek idee! En deze is ook voor mij. Ik ga even dit schildje schieten. Gewoon omdat het kan. Omdat ik dat leuk vind. Want ik denk namelijk dat ik in deze rode buis kan. Daar gaan we. Ja, zeker wel. Kijk, dat is weer zo'n grapje hoor. Je gaat zeker weer op mij schieten. Ik denk dat ik jou nodig heb trouwens. Ja, kijk. Ja, ik heb jou zeker nodig. Oké, we gaan terug. Zijn hier dingen verstopt? Nee. Oh, je bent ook wel echt onwijs groot gelijk, hè? Oké, we worden weer een olifant. Dan kan ik deze 10 gaan pakken. Zo, die hebben we ook allemaal weer binnen. Kan ik gewoon op jouw hoofd springen? En dat ik dan het schildje ga schieten? Ja, kijk. Oh, hij heeft weer de wonderbloemen, hè? Hoppakee, ik pak hem gewoon van je af. Oké, wat gebeurt er? Oh, er zijn allemaal sterren. Vallende sterren. Nice. Wee. Wee. Yo, ik maak echt alles kapot gewoon. Let's go. Let's go. Dit is echt te grappig. Ja, jou moet ik hebben, maat. Jou moet ik hebben. Let's go. Hoppa. Lekker. Het wonderzaadje is ook weer binnen. Dat was niet heel moeilijk, maar wel heel leuk. Oké, ik heb alleen nu geen olifant meer. Dus ik weet niet of ik... Oh.
Gelukkig kan je nog zo'n spinning jump doen. Daardoor kon ik nog boven in de toren gaan. Maar dat weet je, dat knalde even al die blokken onder me uit. Ja, hoppa, we pakken alles tot nu toe, hè. Heerlijk. Oké, maar we zijn nu bijna richting het einde, denk ik, van wereld 1 aan het komen. Daar is het schip. En Bowser die zegt, het voelt fantastisch. Het Bloemenkasteel en ik zijn één. Ik voel zoveel wonderkracht. Ik voel me sterker worden en sterker en sterker. Straks ligt de hele wereld aan mijn voeten. Nou, daar gaan we even een stokje voor steken. Let's go, Mario. Oh, Florian wil nog wat zeggen. Die vindt die Bowser vervelend. Florian wil iets doen voordat hij alles hier nog verwoest. We moeten bij hem zien te komen. Nou, ik denk dat dat wel makkelijk gaat. Die propellerbloem daar kan hem zo bij hem in de buurt brengen. Let's go. Let's go, Mario. We gaan met de propel. Oh, ja, vlucht maar, potverdorie. Ja, dat dacht ik alweer. Ja, oké, doei. Jongen. Waar ga je helemaal naartoe, joh? Nee, niet kapot maken. Hij gaat echt super ver weg. Oh, daar is Bowser Jr. Die vindt het vet cool, want zijn papa is in het kasteel veranderd. Niemand kan hem nog stoppen. Ja, echt, ik ga eerst jou stoppen, maat. We zijn aangekomen in het volgende deel van de map. En hier gaan we aan beginnen in de volgende Mario Wonder video. Doe duimpje omhoog, abonneer als je van Nintendo houdt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!